Sterrenbeeld Ram. Ram, van harte welkom op dit kanaal. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand april alweer. Ik heb voor jou de Grand Tableau gelegd met de Madame Lenormand kaarten. En de Grand Tableau betekent niets anders dan het grote geheel. En daar ga ik op verschillende thema's kijken, waaronder geld, liefde, relatie, alle thema's die sowieso naar voren gaan komen. Ik kijk even voor de mannen en voor de dames apart. En een aantal thema's die heel duidelijk naar voren zijn gekomen, zijn aantrekkingskracht, zielsliefde, geheimen, nieuw begin, afsluiten, zou jou gaan bevrijden. Ik geef ook wat chakra tips in de video waar je eventueel mee kunt gaan werken. En ik heb ook kaarten voor de helende reis van de ziel gebruikt. Uiteraard vind ik het natuurlijk hartstikke leuk als je mij hieronder even laat weten hoe je deze video hebt ervaren. Dat je even je duim omhoog gooit. Super belangrijk voor het algoritme van YouTube. Dus als je dat wilt doen, help je mij daarmee. Buiten dat ik het ontzettend leuk vind als je mij laat weten hieronder wat je van deze video vindt. Mijn naam is Mireille van Rijn. Voor alle mensen die hier nieuw zijn, voel je vrij om je gratis te abonneren. En voor de mensen die het nog niet weten, bij 8000 abonnees maak je kans op een gratis consult bij mij in de praktijk. Woon je wat verder weg, geen probleem. Dan maken we er gewoon een videoconsult van. Wil je daar kans op maken, check dan eventjes de speciale winvideo. En ik ga je niet langer in spanning houden. We gaan het beeld draaien en dan komt jouw legging eraan. Heel erg veel plezier en sterrenbeeld Ram. Ram, ik heb voor jou de Grand Tableau alvast klaargelegd. Grand Tableau betekent het grote geheel en daarmee kan ik allerlei zaken vanuit een groter perspectief voor jou bekijken. En er is massaal heel fijn op gereageerd, dus dat zijn voor mij natuurlijk wel signalen dat ik dit nog zeker een keertje mocht gaan doen voor jou. Uiteraard heb ik het voorbereid, want als ik dit in een video allemaal moet gaan schudden en leggen, dan wordt het een beetje vervelend. Het kan natuurlijk nooit met alle rammen 100% resoneren. Mijn advies is om even te kijken waar jouw maan in staat en waar jouw ascendant in staat en eventueel die video's ook te bekijken. En ja, soms is het ook gewoon goed om het te bekijken, even te laten rusten en dan kijk je na een week of twee weken, kijk je nog eens terug. Want dan ben je wat verder in jouw proces. En want dingen kun je niet altijd misschien direct herkennen. Of denk je, waar heeft dat mens het over? En dan kijk je na twee weken of zo en dan denk je, oh, maar nu snap ik wel waar dit over gaat. Let maar op. Probeer het maar eens uit. Lieve Ram, ten eerste, daar begin ik ook mee met de liefde. Want ja, de liefde begint eigenlijk de hele legging mee. Dat is ook waar het allemaal om gaat. Het gaat hier om liefde. Het gaat hier om emotionele veiligheid, huiselijk geluk. Het gaat hier om een verbinding, spirituele verbinding zelfs. En we hebben hier te maken met keuzes. Keuzes waar ook wel de nodige strijd op ligt. En ja, betreft de liefde. Ja, liefde waar je op mag vertrouwen. Liefde wat al verankerd ligt. Een geheel nieuw begin. Er ligt zelfs romantiek bij. En ja, het boek staat heel duidelijk voor een nieuw begin. Kleine kanttekening en ik ben gewoon altijd heel direct en eerlijk en niet om mensen bang te maken of in hun wantrouwen te zetten. Maar als ik mijn werk goed wil doen, moet ik alles kunnen zeggen. En ik ben natuurlijk op YouTube wel wat voorzichtiger, want het is natuurlijk niet een 1-op-1 reading. Maar ja, je kan wel met geheimen te maken hebben die niet kloppen. En dat zie ik aan de slang met het boek. Dus neem dat even met je mee. Even een slokje. Dat is wel belangrijk. En waar gaat het dan over? Dat heeft met vertrouwen te maken. Er is wat strijd op een bepaalde manier. En dat heeft met vertrouwen te maken. Dat is iets, ja, dat kan voor iedere ram anders uitpakken, er anders uitzien. Wat mij direct opvalt, de ramdame en de ramheer liggen boven elkaar. En dat ligt verankerd. Dus we hebben hier echt te maken met een zielsconnectie, met een karmische verbinding. De termen zielsverwant, tweelingziel, laat ik altijd even open. Hou het op karmisch, want een zielsverwant of een tweelingziel valt altijd onder een karmische verbinding. En of je nu samenkomt of elkaar moest ontmoeten om te spiegelen, dat laten we dan even in het midden, want dat is voor ieder individu anders. En ik wil niemand het hoofd op hol brengen, want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
Lieve Ram, wat ik hier zie is financiën. Er komt aan de ene kant geld naar je toe, berichten over geld gaan naar jou toe komen. Er wordt je eigenlijk aan de ene kant wordt er geld aangereikt, op wat voor manier dan ook. Berichten waar je blij van wordt. Zou zelfs op een heel nieuw begin kunnen wijzen financieel. Maar er is ook iets met een financieel verlies. Dus mijn advies zou zijn, wees even voorzichtig met je uitgaven. Je krijgt er halverwege april bij. Neem dat even met je mee, dat je dan even, hou er rekening mee. Hè? Vooruitzien is, regeren is vooruitzien. En als je dat nou weet, en misschien weet je gelijk al waar het over gaat, dat is even belangrijk. Muizen staan altijd voor diefstal, of een verlies, of een gemis. Ja, het kan zijn dat je financieel, hè, dat het wat harder gaat als dat je natuurlijk gepland had. En dan is dat toch wel prettig. En misschien zit je gewoon op geld te wachten, wat je nog ergens van te goed hebt. Dus aan de ene kant, er komt geld aan, maar aan de andere kant, let er ook op dat je het niet te makkelijk uitgeeft. Is wat ik daar natuurlijk wel bij aan wil geven. Als ik dan eens even verder ga kijken, liefde was overduidelijk, dan ga ik eens even kijken naar werk en carrière. En er zijn twee kaarten voor. Qua werk, carrière, zou zijn dat je in de medische hoek terechtkomt, in de zorghoek. Dit is een maatschappelijke werkkaart, maar de Vos is ook voor mij een werkkaart. En bij de Vos ligt de ster, dus dat betekent geluk en succes op werkzaken. En hij kruist ook nog eens met de klaveren, dus dat vertelt mij toch wel heel veel moois. En er zullen zeker een aantal rammen zijn die ook vanuit huis wellicht meer gaan werken, want dat zie ik hier ook liggen. Betreft werkcarrière, nieuw vertrouwen, nieuw begin. Er kan wat strijd geweest zijn op het werk. Dingen die opgehelderd moeten worden, maar er komt een heel nieuw begin aan op dat vlak. Dat is één. En nou ja, wat ik jou aangaf, werken vanuit huis of aan huis, dat kan natuurlijk ook. Geluk, succes daarop, dus dat ligt heel erg mooi. Dan zie ik zowel dus voor de heer als de dame. Dit is de heer en dame Ram, vuurteken. Maar dit is de gewone heer en dame, dus dat ben jij net zo goed. Zie ik ontmoetingen liggen waar geluk bij ligt. Aan meerdere kanten. Maar pas wel even op dat je niet met vals geluk te maken hebt. En niet om nu weer de boel te verzieken, hè, voor je. Maar ja, ik wil je een beetje behoeden dat je wel gewoon oplet of het niet te mooi is om waar te zijn met bepaalde zaken. En dat hoeft natuurlijk niet. Want ja, kijk, aan die kant kruist het geluk, aan die kant kruist het geluk. Dus dat ligt er mooi bij. De zon schijnt er ook op. Daarnaast zie ik dat jij beslissingen gaat nemen. En ik kan jou bij deze al vertellen, dat is later in de maand april. Dat zijn de juiste beslissingen. Iets komt tot een einde. Dat ga je ook afsluiten. En dat is voor jou ook een bepaalde oplossing om dat gedeelte in jouw leven af te gaan sluiten. Ja, waar heeft dat dan mee te maken? Energieverlies, iets dat iedere keer geblokkeerd lijkt te zijn of waardoor jij blokkeerde. En dat ga jij netjes afsluiten. Dan, maar je moet zelf tot dat gevoel gaan komen. Dat kan ik natuurlijk niet gaan zeggen, oh ja, nee, sluit alles maar af. Dat is iets wat je zelf moet voelen van ja, maar dat gaat daarover. Ik voel dat dat daar tijd voor is. Dan zien we daar de zijs op de zon. En dat betekent de keuze, de beslissing die je gaat maken is de juiste beslissing. Dat gaat jou ook bevrijden. En het is net alsof dat een soort enkelband is die iedere keer aan je trekt en je wordt weer teruggetrokken. En nou, daar ga jij je van losmaken. Ja, dan zie ik hier ook nog eens een spirituele verbinding waar de zon op schijnt, ontmoetingen. Dus dat ligt heel positief. En misschien met dat loslaten, omdat ik die Vos natuurlijk ook zie liggen. En de Vos heeft natuurlijk echt wel twee kanten. Dat jij misschien wel even het sluwe vosje moet zijn om je hier los van te maken. Daar zou dat ook zeer goed mee te maken kunnen hebben. Nou, wat zien wij hier verder allemaal? Laat ik ook eens even een romantiek kaart pakken. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de liefde. En ik kan een uur over zo'n reading vertellen hoor. Dat doen we niet, want dan wordt het gewoon veel te lange video. Maar we halen daar even alle hoofdlijnen uit. Als ik bijvoorbeeld mensen in de praktijk heb of telefonisch, leg ik standaard een grand tableau. Want dan kan ik alles uithalen. Kan ik, oh wat is zijn of haar sterrenbeeld? Dat gebeurt. Ik haal daar echt ontzettend veel uit. En dat doe ik ook met kwartaalreadingen, halfjaarreadingen. Dus ja, zo werk ik eigenlijk. Ik pak daar wel heel vaak ook de tarot bij. We hebben hier te maken met aantrekkingskracht.
Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. Als je nieuw bent hier en je denkt, wat hoor ik eventueel op de achtergrond? Dat is Rinus. Rinus is mijn hond, klein hondje. En Rinus snurkt gewoon heel hard. Hoe hoger mijn flow is in de energie, hoe harder hij daarop inhaakt, hoe harder hij gaat snurken. Dus dan weten jullie dat, zeker als je oortjes in hebt, kan je dat soms gewoon horen. Maar het is gewoon een oud lief hondje en ik wil hem gewoon niet in de gang of in de tuin zetten. Dus Rinus hoort er gewoon bij. Nou, dat is voor alle nieuwe kijkers. En ben jij nieuw hier, vind je het een leuke video, voel je vrij om je ook gratis te abonneren. Kost je helemaal niks. Ik heb hier een hele mooie kaart. Leef in spirit wordt hier gezegd. Wat een prachtige kaart. Die kaart heb ik van Petra gekregen. Ik heb een hele collectie kaarten erbij gekregen. Super gave aanvulling op mijn eigen collectie. Kijk eens even. Leef in spirit. En deze kaart zegt, als je de keuze maakt om in spirit te leven, vertrouw jezelf toe aan iets dat groter is dan je leven simpelweg als een mens van vlees en bloed. Als je luistert en het laat gebeuren, dan zal inspiratie je leiden. Wanneer je nalaten luisteren, of als je ego de vrije teugels laat, ben je niet langer in spirit. Dan voel je je gewoonlijk niet geïnspireerd. Dus dat is heel belangrijk. Maar hier ligt natuurlijk ook de spirituele verbinding, succes. De zon die op die spirituele verbinding met jezelf, hè, dus de verbinding met spirit, de verbinding met het universum, met je hogere zelf, is ontzettend belangrijk, want dat brengt jou verder als dat je nu denkt. Ik heb ook hele mooie helende reiskaarten, dus ik dacht, laat ik gewoon deze kaart eens eventjes gaan gebruiken en kijken wat hierin naar voren mag komen. De zee heb ik voor jou getrokken. En de zee vertelt, je bent als de zee. Uitgestrekt en onbegrensd. Zou het kunnen dat je de laatste tijd klein, ingeperkt door de omstandigheden hebt gevoeld? Heb je het gevoel klem of vast te zitten? Neem even de tijd om je te ontspannen. Doe je ogen dicht, haal diep adem en laat je adem gaan. Laat je bewustzijn groot worden, naar voren, ruim naar achter. Voel je vrij en open. Het is aan alle kanten. Rust daarin. Weet dat jij die omgekeerde zee van stilte bent. De onbegrensde zee van stilte bent. Alle bezigheden en gedachten zijn slechts golven op het wateroppervlak van de oceaan. Ze komen en gaan. Ze bewegen zich over de uitgestrekte vlakte. Maar de zee wordt er niet door beïnvloed. Weet dat de problemen en uitdagingen waar het leven je voor stelt niets anders zijn dan rommel en wrakhout op het wateroppervlak. Terwijl jij zelf altijd en overal dat bent wat onpeilbaar is. En door geen enkel verhaal aangetast kan worden. Rust maar gewoon in de uitgestrektheid. Hele mooie boodschap samen met Leef in Spirit. Dat zien we hier natuurlijk ook heel erg duidelijk. Verbind je met jezelf. Ga mediteren. Ga naar binnen. Neem die momenten voor jezelf. En mediteren kan je ook doen door te wandelen, door te schilderen, door muziek te luisteren, yoga te doen. Het maakt niet uit. Het gaat erom die verbinding met jouw hogere zelf is enorm belangrijk. Dat wilde ik je sowieso meegeven. Mannelijke ram kan zich even geblokkeerd voelen, dat zie ik hier ook. En dan gaat hij weer stromen. Zowel mannelijke als vrouwelijke ram mogen zich wat dominanter opstellen. Dat klinkt een beetje gek, want een ram is natuurlijk best wel daadkrachtig. Maar jullie mogen de leiding wat meer pakken. Normaal zeg ik, hey, vrouw ram of heer ram, zus, zus of zo, maar ze liggen eigenlijk bij elkaar. Dus dan kan ik een heel verhaal houden, maar ja, dit geldt voor jullie eigenlijk beide, dus daar kan ik geen onderscheid in maken. Belangrijk is wel dat je zaken opheldert, omdat ze je best veel energie kunnen kosten. Dus belangrijk is om heel goed met je chakra's in verbinding te gaan door middel van meditatie. Ga voelen in jouw lichaam waar je wat vastloopt. Ik krijg gelijk jouw derde chakra door. En daar kun je bijvoorbeeld de steen citrien voor gebruiken. Toevallig heb ik hier een hele grote citrien liggen. En die is onder andere heel geschikt
voor de zonnevlecht. En dat zet jouw creativiteit wat meer in gang. Dat zorgt ervoor dat je wat meer gaat stromen. Kun je al je chakra's meenemen, maar vooral even aandacht op die zonnevlecht. Dat is wat ik heel sterk voel. Laten we nog even een liefdesorakelkaart erbij pakken, lieve Ram. En laat me even weten hoe je deze video vindt. En ja, ook het algoritme wordt enorm bepaald door jullie duim omhoog, jullie reacties en het abonneren. Dus ik hoop dat jullie mij ook een groot plezier willen doen door mij heel duidelijk te laten weten hoe je de reading vindt. Want dat vind ik super leuk om te lezen. Maar gooi vooral ook eventjes die duim omhoog. Hele kleine moeite. En voor mij een heel groot plezier. Een nieuw begin. Er wacht een nieuw avontuur. Ga erop in. Leef je dromen maar eens vol overgave uit. En het ligt hier eigenlijk ook heel mooi. Alleen het financiële, dat is het stukje waarvan ik zeg, hey, let daar even op. Verbind je heel goed met jezelf en bevrijd jezelf van iets wat jou keer op keer naar beneden trekt. En zet je zorgen opzij en kom maar in mijn armen. Hoe mooi wil je het hebben, lieve Ram? Nou, Ram, dit is de maand april voor jou. Ik hoop dat je hier weer heel veel informatie uit hebt kunnen halen. Veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook wat inspiratie hebt mogen krijgen. Laat het me even weten in een reactie. Ik lees alles. Zoals ik al eerder zei, ik ga niet een uur natuurlijk die hele reading ontleden. Ik haal daar even de hoofdlijnen uit. Heb je zoiets van, nou, dit vind ik toch wel heel gaaf. Je bent altijd van harte welkom bij mij in de praktijk voor een persoonlijk consult. Telefonisch kan dat ook als je wat verder weg zit of je vindt dat handiger. Ja, en neem ook zeker even een kijkje op www.puurmedium.nl. Daar zit altijd een heel team zorgvuldig geselecteerde consulenten voor je klaar voor een direct telefonisch consult. Buiten dat er enorm veel gratis informatie te lezen is, vlogs, blogs en wat al niet meer. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!